Ik hoop dat ik het goed gedaan heb. Ik drukte volgens mij een beetje op een raar knopje. Maar we gaan het zien. Ik heb deze in ieder geval weer uitgenodigd. Dus die zal zo denk ik wel aanraken. Nou, mezelf zie ik in ieder geval al hier. Dus we wachten eventjes tot deze er is. Kijk, het is weer gelukt. Hey, hallo. Hallo. Ik drukte een beetje op een raar knopje deze, maar het is gelukt. Ik weet niet wat het deed, maar... Het is gelukt. Hoor jij mij of niet? Ja, zeker. Okay. Ik zit hier met alles te gooien ondertussen. Ik zal weer even mijn wifi uitzetten, dat ik even weer wat scherper ben, denk ik. Even kijken, dan moeten we even terug. Ik ben uit de lucht geweest. Oh ja, ik ben ondertussen eventjes mijn beeld aan beter zetten, zodat jullie zo min mogelijk last hebben van mijn lamp. Ja, ik denk ook dat ik hem nou even scherp gesteld heb, volgens mij. Volgens mij hebben we redelijk helder beeld allebei, toch dames? Ik denk dat het best wel goed komt, zo. Ja, ik denk het ook. Ik schrijf weer netjes een blaadje wifi naast me, dat ik niet vergeet om de wifi weer aan te zetten. Oh ja. Goed. Dat is wel slim. Oh, bekend. Gezichten voorbij komen weer. Superleuk. Vaste prik worden, hè? Deze op maandagavond. Ja, dat willen we ook graag, hè? Ik zal trouwens iedereen nog gauw even taggen, als de mensen het inderdaad nog gemist hebben. Ja, helemaal leuk. Eventjes. Ze vragen hoe een beetje is, dan kan jij dat even vertellen. Ja, ik zoek ondertussen heel even gauw op waar we zijn. Oh, hier. Dan kan ik ook meelezen, wou ik zeggen. Ja. Ja, het gaat met mij wel weer een beetje beter. Valt nog wel een beetje tegen, maar ze hebben vandaag al vervroegd even het gips eraf gehaald bij mijn voet. Want het was allemaal een beetje bekneld, het gips. En ik heb een brace nu en langzaamaan mag ik weer een beetje gaan belasten. Dus ja. Goed nieuws, hè? Langzaamaan een beetje beter, hè? Goed nieuws. Ja, zeker. Sorry. Dus ja, dadelijk heb ik geen tijd meer om te knutselen. Dan wil ik alleen maar lopen, lopen, lopen. Nee, grapje. Nou, daar heb ik geen last van, hoor. Ik ook niet, hoor. Jawel, ik wil wel weer lopen, maar gewoon naar mijn hobbykamer eigenlijk. Ja, ik wil zeggen, geen extreme kilometer. Nee. We lopen toch wel, dus zo erg is het niet, hè? Nee, precies. Zullen we vertellen wat we gaan doen vanavond, Dees? Ja, ik denk dat ze het wel al een beetje zien. Ja, ik denk het ook. We gaan iets heel leuks doen. Deze heeft het bedacht vanmiddag, hè? We hebben lekker even door ons mandje met stansen zitten bladeren. En we halen weer even een oudje van deze. Ja, zeker. Ja, want deze is gewoon echt te leuk. En eigenlijk, sommige mallen die vergeet je soms wel eens. En die moet je gewoon even terughalen. En ik dacht dat het wel heel leuk was om deze shaker overal weer te gaan gebruiken. Er zitten echt heel veel verschillende stansen in één setje. En we hebben nog superleuk nieuws. Ja. Want... We hebben een leuke aanbieding voor jullie. Dus ik denk dat het wel leuk is. We zullen dat vaker proberen. Dat we dus de mal van de Knutsel Mee Challenge voor jullie in de aanbieding gooien. Mocht je hem nog niet hebben. De mal, deze heeft de verpakking al voor zich. Hè? Die is normaal €13,99. Ja. Die shop je nu voor €9,99. Dat is ook tijdelijk in onze webshop. We doen ook meteen een tikkie live, dus je kan ook gelijk in deze tikkie kun je ook bestellen. Dan krijg je hem natuurlijk ook voor €9,99. Ja, en ik denk dat we maar meteen de challenge ook verklappen, hè, deze. Want het is best wel voor de hand liggend natuurlijk. Natuurlijk. Ja, wij willen natuurlijk weer heel graag dat jullie lekker meedoen. En de challenge van deze week gaat worden dat je iets mag maken met deze standset. Wat dat is, mag je lekker zelf weten. Wij zullen ook twee heel verschillende inspiratiekaartjes gaan maken, hè. Zeker. Deze had al gezien wat je ging doen. En deze denk ik, oh, dan ga ik heel anders hier gebruiken. Ja, dus het is grappig. Heel anders. Maar ik had net nog een heel leuk ideetje voor een kastkaartje. Met die strikjes. Dus dan laat ik gewoon wel even zien wat mijn ideetje is. Maar dan kan ik hem later even nog afwerken. Okay, leuk. Toch? Zullen we ook meteen even de winnaar bekendmaken? Ik zie dat ze meer kijken. Ik doe trommelroffelen en dan mag jij het vertellen, goed? Ja. Heel leuk dat jullie allemaal meegedaan hebben vorige week weer aan de challenge. We waren even weg geweest, maar nou, iedereen is nu lekker weer erbij. En jullie hebben ook weer massaal meegedaan aan de Knutsel Mee Challenge.
De opdracht was vorige week van maak een kaartje met die nieuwe ATC-mal. Hè? Of een boekje, Ja. of net wat je zelf leuk vindt. Een pocketkaart, zoals deze gemaakt had. Mm-hmm. En de winnares, die is geworden... Trommelgroffel! De bekende van ons, Anne-Maria Dijkstra. En ik zie dat ze gezellig mee zit te kijken. Dus dat is wel leuk. Dus Anne-Maria, stuur even een mailtje naar de winkel. Gefeliciteerd. Jij was de winnares van afgelopen week. Dus als je even een mailtje stuurt, dan gaan we een leuk prijzenpakketje voor je maken. Dat komt aan jouw kant op. Jee, gefeliciteerd! Dus dat blijven we doen, hè, dames. Iedere week gooien we er gewoon een lekker laagdrempelige challenge in. Gewoon een bepaald product om te gebruiken. Wat je ervan maakt, moet je verder zelf weten. We vinden het gewoon alleen al leuk als je meedoet, toch? Zeker. En weet je, soms heb je allemaal superleuke ideeën of word je geïnspireerd door onze knutsel mee. En het is gewoon superleuk ook om dat met elkaar te delen, zodat je ook elkaar blijft inspireren. Ja, dat denk ik ook. Ik zie heel vaak, want er was nog iemand die had een heel leuk zo'n kalenderboekje ook gemaakt. Ik weet de naam niet meer. Dat heb ik ook gezien. Echt heel erg leuk. Superleuk. Dus, ja, ik zie allemaal mensen die gaan meedoen hoor, Jolanda. Ik heb de mal al heel lang. Ja, dit was... Volgens mij was dit echt de eerste release, of de tweede release, denk ik, van Graflab. Eén van de eerste, hè? De tweede, denk ik. Want die eerste, dat was met dat babythema. Toen kwam Beert Ted. En dit was volgens mij de tweede maand dat we... Kan heel goed, ja. Hij zegt... kijk, uit. Wacht even. Volgens mij heb ik weer geluid. Ja, sorry. Had je hem stiekem weer uitgedrukt? Ja, dat weet ik niet. Hij zei iets van locatie bepalen. Ik denk nou... Ja, het is nu weer weg, Angela. Dat is opgelost. Wat ga ik gebruiken? Ik ga het papier van Craft & Klok gebruiken. Ik moet even kijken of ik de koffer hier nog heb. En anders laat ik hem zo eventjes zien. We hebben een nieuwe kopstelling gemaakt in de winkel. Van het papier van Craft & Klok allemaal. Nou, dat is echt... Ik zei tegen Joyce... Het is er zaterdag echt uitgevlogen. Het is niet normaal. Dit is het designpapier Garden of Harmony. Oh, hier zit de... Ik heb volgens mij nog een stuk of 10 pakjes Garden of Harmony op voorraad. Dus als je die wilt bestellen, staan niet meer in de webshop. Dus die kun je ook gewoon in deze Tikkie Live bestellen. Dat zullen de laatste zijn. En dan zijn ze dus ook op. Dus designpapier Garden of Harmony, €7,99. Ik weet niet of iedereen mij nog hoort. Ik denk het wel. Ja, ik hoor je wel. En ik zie niet... Ja, ik zie gewoon dat het volgens mij gewoon goed gaat. Ja, net had ik heel even volgens mij een luidsprekertje, omdat ik een melding kreeg. Ja. Ik ga mijn basiskaartje ondertussen al even in elkaar plakken. Deze, kijk eens hoe tof dat papier is. Ja, super tof. Zal ik ook even snel vertellen wat ik ga gebruiken? Dan gaan we daarna weer lekker aan de slag, hè? Ga ik al een... Wat zeg jij? Dan ga ik stiekem al een beetje plakken. Ja. Ja, jij geeft maar weer gas, hè? Ik wou echt een hele snelle maken, hè, deze. Maar ik heb toch maar even iets in. Ja, ik zei, ja, dan ben je wel heel snel klaar. Ik ga, ja, hoe kan het ook anders, de A6-mal gebruiken. En het is gewoon superleuk. Ik ben fan van deze cirkel hier. Die gebruik ik in het rond ook heel vaak. Van de Shaker Circle. En dat is van de Shaker Ovaal deze. En die is ook echt gewoon superleuk. Daar kan je een wat grotere scène bijvoorbeeld in maken. Dus die heb ik uit het deel... Uit het kleinste deel van die A6. Dus dat kan je allemaal ook weer lekker combineren met elkaar gestanst. En ik ga de Winter Scene Mal ga ik gebruiken. Hebben jullie al een vermoeden wat ik er nog bij ga doen? Ik denk niet dat die verwachten, denk je wel? Nou, nee. Ik ben fan, dus misschien wel. Ja, misschien wel, misschien wel. Kijk, weet je wat ook grappig is? Deze gebruikt hem heel anders dan ik. Hè? Ja. Ik heb hem dus gewoon als dunne ovaal uitgestanst. En daar ga ik dan iets achter doen. En deze heeft dus alleen deze binnenste stans gebruikt. Hè? Dus het zijn twee losse stansen. Gebruik je die samen, dan kun je dus dat randje stansen zoals ik gedaan heb. Maar deze is die kleinste. Het is dus ook leuk om gewoon een passepartout uit te stansen. En dat vind ik het toffe van die mallen. Hè? Dat er zoveel mogelijkheden mee zijn. Ja. Proberen wel. Ik ga dadelijk ook laten zien trouwens hoe je het strikje maakt. Goed, Dees? Ja, helemaal leuk. En ik ga deze borders van het gras gebruiken. Ja, die kan je eigenlijk niet missen. Dus echt een basismal, hè? Nee, we hadden gisteren een actie in de webshop. Dus we hadden echt
paar honderd orders vanmorgen. Dank je wel daarvoor trouwens. En toen heb ik toch ook nog weer superveel grasplantjes van Kraftlab vandaag ingepakt. Oh, wat Dus leuk. Iedereen gaat we moeten eruit. die wel gewoon laten zien, nog steeds deze. Want wij denken altijd iedereen het heeft, maar Yay. dat is het gewoon helemaal niet. Je kan Nee. natuurlijk ook niet altijd kopen, hè? Nee, precies. Dat is het leuke, dat ze het gewoon lekker een beetje kan verzamelen, zeg maar. Toch? En wij proberen inderdaad wel alles van Kraftlab gewoon op voorraad te houden. Andere lijnen die zijn vaak een beetje sneller uit het assortiment. Ja, Kraftlab zijn we alleen afhankelijk natuurlijk van Studio Light, dat we het toch hebben. Maar wij proberen het lang op voorraad te houden. Jullie hebben misschien wel al stiekem even gespiekt, maar ik ga dus de Superbuddy erbij gebruiken. Die moet je gewoon ook hebben. Dat is zo'n leuk stempel. Niet alleen voor jongens, maar ook voor meiden. En dan ga ik jullie vanavond ook weer laten zien. Oh ja, Linda en Gelinda hadden ook allemaal met superbuddies met een roze cape gemaakt. Ja, Echt zo leuk. ik hou ervan. Ja, ik ook. En ik ga lekker mijn achtergrondje doen met inkten. Dus ik heb nu wel even deze kleine distress-inktjes, maar dat weten jullie. Ik kan helaas niet alles nu mee naar beneden sjouwen. Maar dit kun je dus ook gewoon met je ice-inktjes doen, of je Harmony-inkten, of Memento, of net wat je leuk vindt. Allemaal hetzelfde effect. Ik ga straks nog even met Harmony aan de slag. Oh, leuk. Leuk. Ik peuter Ik hier echt. hou van inktjes. Jij ook, hè? Ja, ik ook. En ik zag, dan zie ik het bij jou liggen in je sneak. Toen dacht ik, oh, ik ga zo nog maar iets van inkt erbij. En je kan ook Ja. gewoon heel goed combineren met designpapier. Dat ga ik straks ook doen. Ja, zeker kan je dat. En ik zei tegen jou, zullen we de strikjes wel even laten zien hoe het opbouwen? En toen dacht ik, oh, ik moet gewoon even een leuk kaskaartje verzinnen met de strikjes. Want ze zijn gewoon ontzettend leuk. Ga jij die nu doen of niet? Of doe je dat straks? Ik ga die straks laten zien. Zal ik al even het strikje in elkaar zetten dan? Voor Ja, mensen goed die plan. niet. Ik kan me voorstellen als je dit op de mal ziet, dat je denkt van nou moet ik daar in hemelsnaam toch weer mee. Maar Ja. daar kun je dit strikje mee vouwen. Dit is het onderkantje, dus er zijn twee losse lintjes die dan aan de onderkant eronder uitpiepen. En ik neem vaak een pen of zo en dan bol ik hem eventjes op. Dan worden dit je rondingen van je strikje. Dan zijn we serieus, Dees? Wow, nee, dat kan eigenlijk niet, hè? Nee, joh. Ja, ben je van tevoren naar het toilet geweest? Ja, ik hoef er niet meer te sassen. Ik heb ook gewoon drinken erbij, dus ik kan gewoon drinken. Dat gebruik Oh, dat kunnen we los nu. ik. Ik heb de stem niet, zegt Annemiek. Ja, dat is best wel slecht, Annemiek. Wat Maar heb je niet? de stempel heeft Annemiek niet, de Superbuddy. Maar die blijft gewoon in het assortiment hoor. Dus kan. Oh, dat komt vanzelf, want die wil je gewoon, dat weet ik zeker. Dat denk ik ook. Ik ga hier even mijn. Bij dat strikje zitten twee van die losse flapjes. Daar doe je dan een beetje lijm op. Weet je wat ik voor drinken heb, deze? Dan ga je met bubbelthee. Nee. Oh. Cassis, dat heb ik eigenlijk Oh. nooit. Maar. Ja. Weet je wanneer ik altijd cassis neem? Nee. Oh, dit is echt zo slecht. Nee, dan ben ik heel benieuwd wanneer jij kastjes drinkt. Ja, als ik ga uit eten, hè, dan vraag ik altijd of ze Coca-Cola hebben. Want ik Ja. lust geen Pepsi of zo. Lekker En nee. als ze dat niet hebben, dan moet ik altijd cassis. Want dat vind ik zo lekker. Maar dat drink ik dus bijna nooit verder. Heb eigenlijk. Ja, ik heb nu toevallig thuis van Norville de laatste kastjes. Dus ik heb een paar blikjes kastjes. En denk, oh, wat lekker. Normaal neem ik altijd een kopje thee, maar die had ik al op. En toen keek ik net de koelkast. Denk, nou, ik neem lekker een blikje kastjes. Lekker. Goedenavond, dames. Ik zie Lia nog binnenvallen. Gezellig. Het is Lia was lekker lekker druk. komen shoppen, hè? Die had meegedaan ook aan de challenge. De week van de Stedenwinkel, want dat was vorige week, hè? Oh ja, superleuk. Nou, promoten wij natuurlijk altijd wel onze Stedenwinkel. Hemelvaartsdag wordt ook leuk, hè? Nou, deze kan er helaas niet bij. Ze Nee, nu niet ik vind meer. het echt balen. Maar over een paar weken hebben we ook weer de open dagen, hè, deze. Dus daar ben je dan Ja, weer wel en daar bij. ben ik wel bij. En ik kom eind van de maand kom ik ook lekker, hè? Want dan superleuk. Met Sil. Ja, dat weten ze nog niet, wou ik zeggen, Ja, die staat er wel op. Er staat wel de naam bij. Maar dan mag jij inderdaad wel even vertellen. Dat is wel leuk om het even te melden. dat is echt superleuk. Nou, dat weten sommigen misschien al, maar Sylvia, dat is mijn beste vriendinnetje. En zij zit
sinds kort in het Dutch Do Badoo team. Ja. En zij gaat eind van de maand, oh, ik weet de datum niet precies, de 27e of de 28e, dus een Ja, zaterdag. Zaterdag, hè? Ja, dan gaan we samen lekker een demo geven. En ik ga lekker met de waxiel aan de slag. En Sylvia die zal een demo geven met de Dutch Do Badoo mallen, de nieuwe. Dus ik zou zeggen, echt even lekker komen shoppen. Dus het is wel heel leuk als haar eerste demo ook gewoon lekker druk wordt, toch? Tuurlijk. Nou, ik moet zeggen, op zaterdag is het altijd wel druk als er wat te doen is. Ja. We hebben ook, op Hemelvaartsdag zijn we ook open, hè, dames. Dat is aanstaande donderdag dus. Daar is deze dan helaas niet bij, maar we hebben donderdag een grote XL demo dag van ons merk Kraftlab. En er zijn bijna alle meiden uit het Kraftlab team zijn erbij aanwezig. Ja, dus je moet gewoon gaan, want dat wordt echt superleuk. Ook Mirte en Judith en Gerlinde is er. Ja. Linda is erbij, dus dat is echt wel, wordt wel een leuke dag. En we hebben dus, om even terug te komen op de Week van de Stedenwinkel. We hebben ook deze week gewoon weer, want we doen het niet alleen met de Week van de Stedenwinkel. Donderdag met Hemelvaart, alles van Kraftlab. 4 halen, 3 betalen. Dus dat is wel heel tof. Oh, ik zou gaan shoppen. Kijk, mijn strikjes. Deze past toch helemaal bij dit papier, dat klassieke. Kijk eens hoe leuk. Dat strikje krijg je dus bij die ovale stand. Ja. Krijg je de... Hij is toch echt tof. Maar echt, je kunt hem ook als hippe kaartjes maken, hoor. Vast wel. Dat ga je straks nog laten zien, denk ik, hè? Ja, maar ik vind dit ook echt te gek, Jolan. Ik ga even iets... een bosje bloemen nog maken, hè, deze. Ik heb jou net op... Ja. Spannend! Ik was net echt op het laatste moment. Ik denk, ik ga nog even de hondjes uitlaten. En dan snuffel ik nog even in de winkel. Even nog voor iets leuks. En toen heb ik deze mal meegenomen. Die hebben jullie volgens mij... Het was vrijdag, denk ik. Vrijdag of zaterdag. Hadden we het... Festijn, het online festijn Wildflower. Dat is een nieuwe collectie van Crafters Companion. Kijk, en die hebben deze leuke mallen set met al die verschillende bloemen. Oh, die is wel heel leuk. Weet je waar die denk ik ook heel leuk mee te combineren is? Zeg het eens. Ik weet niet goed hoe groot dat zijn, maar met de waxseals. Ja, dat kan natuurlijk ook, dat je daar een zegel overheen doet. Kijk, want er zit ook... Ja. Een heel klein teken. Ja, dat kan kei leuk deze. Er zit een heel leuk teken. Oh no, niet zeggen. Ik wil die helemaal hebben, hè? Voor een bosje bloemen. Om een wikkel te maken voor een bosje bloemen. Heb jij niet gezien, hè, deze? Ik heb niks gezien. Ik hield mijn ogen dicht en ik ben zo druk. Kijk eens wat een mooie inks. Zeg ik gauw even tegen de andere dames. We hadden nog voorraad. We konden hem ook niet meer bijbestellen. 17,95, de standsmal van het bosje bloemen. Nou, misschien kun je dat zien. Ik zei niks. Ik had het er alleen over dat heel veel mensen een keertje onze kant op willen komen. Ja, ik zie dat heel veel mensen willen onze kant op komen. Misschien kun je een keer een oproepje doen dat je met iemand kan carpoolen. Of, ja, dat wordt vaker gedaan ook, ja. Hè? En we hebben gewoon hier in de buurt bijvoorbeeld ook het Fletcher Hotel. Daar zitten jullie ook altijd aan deze. Als we de open dagen hebben, dat is, dan kun je echt... ook echt wel prima. De laatste keer was iets van €48 voor een overnachting in hotel met ontbijt. En dat is echt 10 minuutjes hier van de winkel vandaan. Dus dat is het Fletcher Hotel in Waalwijk. Ja, en dat is super fijn. En het is helemaal niet vers, maar een klein stukje rijden. Ja. En weet je wat het leuke is? Je kan 2 dagen komen shoppen. Ja, oh, en ik wou zeggen, je zit ook nog vlak bij de McDonald's. Dat is ook nog leuk, toch? Ja, dat is ook leuk. Weet ik niet of de meeste mensen daarop zitten te wachten. Kijk eens, dit zijn mijn uitgestanste bloemen. Oeh, die zijn toch echt leuk. Ga je die inkten? Ja, die ga ik even inkten met Harmony. Hier zitten ook van die losse steeltjes bij, kijk. Vet. En ik heb 2 kleurtjes Harmony genomen. Ja, echt altijd de groene die ik altijd gebruik. De Grasshopper en Plum Pudding, een paarse. Leuk. Leuk, wat? Heel leuk. Leuk, wat? Leuk, wat? Ja, je hebt... Ben je op vakantie geweest of zo? Zit je taaltjes over te nemen? Je kan het combineren met de Efteling. Ja, je gaat dus niet naar de Efteling als je naar ons komt. Wat ook vaak wel mensen doen, dat had Gerlinde laatst ook gedaan. Die had gewoon haar gezin afgezet bij de Efteling. En die kwam zelf naar ons. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, maar ik snap het wel. Ik zou het ook combineren met de Efteling.
Ik snap het ook, maar dan zou ik zelf niet naar de Efteling gaan, denk ik. Jawel, ik zou gewoon het allemaal doen. Ik zou er een week van Ja, maken. maar gewoon, en daar heb je ook hele leuke huisjes en zo bij de Efteling, hè? Wij zijn echt maar 10 minuutjes van de Efteling vandaan, dus je kan het inderdaad prima combineren met een bezoekje aan de Efteling. Is. Oh. Een beetje geel, een beetje roze, een beetje paars en een beetje blauw. Een hele Dat mooie is avond. magic, toch? Super mooi. Ik doe hier even dat groen. Ik vind die grashoppen vind ik zo'n tof kleurtje ook altijd. Ja, die is ook echt heel vet. Hey dames, hebben jullie deze al gezien? Ik wel. Ik Vijfkant. heb hem vandaag weer bijbesteld. Er was veel besteld deze. Hij is echt super tof, hè? Dit is een nieuw maskstencil van The Sunray heet die, van Sweet Stories. Ha, mijn beeld zit te vervelen. En die is wel echt heel tof ook als je die hier bij die Super Buddy set gebruikt. Dat had je toch ook al gedaan met zo'n ook Ja. met zo'n super buddy. Die heb ik voor Ja. de winkel staan, dat kaartje, toch? Nee, nog niet. Maar morgen gaan er een aantal kaartjes jullie kant op Ja, komen. maar laten we die in de tikkie ook weer zien. Ja, want die had je in de hop waarschijnlijk gezien. Ja, ik heb hem inderdaad van jou voorbij zien komen. Ook met die zwarte skyline, hè, met die Winter Wonderland Ja. stand. En ik dacht, het is wel heel leuk om dat ook gewoon een keertje live te laten zien, toch? Zeker leuk, zeker leuk. Nou, het is dan best verrassend, hè, dames, want zo'n huisjesstand, dus eigenlijk was een beetje uit een kerstrelease, die kun je dan ook weer op een hele andere manier gebruiken. Maar dat is vooral hetgeen wat wij altijd leuk vinden, hè, dat we jullie ook weer andere toepassingen laten zien met de dingen die jullie al hebben. Daar is ook de knutsel mee natuurlijk voor. Ja, dat is gewoon echt superleuk. En ook gewoon, want waarom zou je alleen een stand voor kerst willen gebruiken? Die wil je toch gewoon het hele jaar door gebruiken? En andersom ook, hè. Ja. Ik vind het zo grappig dat die nieuwe dripstands dan ook weer gebruiken Als sneeuw, ja. als sneeuwrandje. Sandy zegt, is die weer te bestellen? Maar ik weet niet wat je bedoelt, Sandy. Dat weet ik ook niet. Nee, dat horen we zo wel. Maar het is meteen een tikkie live, Sandy. Dus als je iets wilt bestellen, kun je het er hier meteen ingooien. Dan gaat Joyce het morgen voor je in orde maken. En een tipje, als je met dit stencil gaat werken, is het echt handig als je gewoon één kant op beweegt. Dus geen rondjes draaien, wat je normaal eigenlijk vaak doet. Want dan duw je die zonnestralen natuurlijk uit elkaar. Ja, En die dat is zijn. natuurlijk niet echt heel handig. Dus je ziet het, ik wrijf één kant op. Ja, en als je dat nou lastig vindt, aan deze kun je het ook altijd even vastzetten met. Ja, met een stenciltapeje. Alle tape. Studio Light. Ja, Studio Light heeft ook hele fijne malle tape, hè? Ja. Deze wil je nog even die naam van het maskstencil noemen, want die komen morgen binnen. Dus als iemand ze wil bestellen, ze staan in de. Sunray heet hij. Niet meer in de webshop. Maar je kan ze gewoon wel in de Tiki Live bestellen. Sunray heet hij en die is van Sweet Stories. Yes. Kijk nou, dit is toch super Ja. tof. Ik Ja, heb heel dan dus een beetje diezelfde kleurtjes weer teruggehaald. ik doe dat eigenlijk nooit deze, maar jij doet dat heel vaak. Dat je op een achtergrondje gewoon meerdere kleurtjes inkt gebruikt, hè? Ja, ik hou heel erg van Ik inkten. ben altijd lekker afgezaakt. Dan doe ik meestal Oasis en dan doe ik blauwe wolkjes. Dat is niet afgezaakt, toch? Ik blijf dat nog leuk Voor de vinden. hand liggend. Kijk, mijn paarse bloemetjes is leuk geworden. Ik ga ze even close-up laten zien. Oh, Jolan en paars. Hoe doe je Ik dat? en paars. Alweer, alweer. Nee, ik moet echt zeggen, ik vind dat papier van Harmony, dat Garden of Harmony van Craft the Clock, die is gewoon wel echt heel mooi. Dit kan je toch gewoon niet mooi Nee, het vinden, is toch? wel echt heel vet. Dat klopt. Mooi Eens. papier. Ik ga eerst even een wikkeltje maken voor mijn bosje bloemen. En dat doe je met dit malletje wat erbij zit. Neem ik een stukje perkamentpapier. Oeh, kijk eens. Sorry, ik zit jou te onderbreken, maar daar word je toch blij van? Ik had niks meer te melden. Och, heel mooi. Ja, die rand gaan we nog wel even een beetje paars-blauw maken. En dan ga ik je niet meer onderbreken. Klets maar lekker door. Ging even papier pakken, dus jouw beurt. Mijn beurt? Ik denk dat het dadelijk tijd wordt om te spetteren. Ben je klaar om te vangen? Ja, kom maar door. Weet je het zeker? Heb je al je spetterspullen gewoon wel beneden? Natuurlijk. Ik spetter alles hieronder. Dat was het eerste.
wat Pieter moest gaan halen, zeker boven. Ik weet eigenlijk niet precies wat het eerste was, want er was een heel wagentje vol, geloof ik. Best knap dat hij het allemaal heeft kunnen vinden boven bij jou. Ja, maar weet je, ik had dat heel slim bedacht, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik heb hem met de telefoon naar boven gestuurd en toen zei ik, zullen we even video bellen en dan moet jij me laten zien en dan zeg ik wat je moet pakken. Echt waar? Ja, dan kan het eigenlijk niet mis. Sandra, nee, supergoed toch? Sandra, en de... ziet iemand mijn reacties? Ja hoor, je bent gewoon te lezen, Sandra. Maar en de lastige spulletjes, die heb ik Sil heel lief gevraagd of dat ze even nog naar boven wilde gaan. Die weet natuurlijk beter wat jij bedoelt. Hè? Ja. Kijk, hier heb je dus dit malletje. Daar kun je dus een papiertje voor rondom een bos bloemen mee maken. Ja, heel gaaf. Oh, ze hebben zaterdag netjes gespetterd, zeggen ze. Netjes? Dat staat er ook al. Ik ben benieuwd wie dat heeft geleerd dan. Ik denk dat. Hanni en Natalie. Dan had ik misschien even zaterdag bij Natalie in de leer moeten gaan. Ik spetter gewoon niet meer. Kan ook. Jawel. Ja. Gewoon wel doen, want dat is zo zonde als je het niet doet. Doe ik ook. Anders is het niet af. Ik heb mijn wikkeltje voor mijn bloemen gemaakt. Dat heb ik uit perkamentpapier gedaan. En dan ga ik hier even de bloemetjes inleggen zo meteen. En dan denk ik dat ik er gewoon een stuk koord omheen knoop. Ik denk dat dat wel leuk is. Nou, dat klinkt ook. Dat klinkt wel leuk bij een bloemetje. Ja. Of dat het leuk gaat worden, dat is nog even afwachten. Oh, ik moet trouwens wel even die losse bloemetjes op die takjes nog zetten. Zullen we spetteren, dames? Spetter het maar naar het raak. Ik doe niet mee. Wordt het wat dan? Ik heb wel een heel fancy achtergrondje nu. Kijk. Ja, ik moet wel op spetteren nog. Ik zou met wit spetteren, of niet? Ja. Ja, dat sowieso. Maar alleen hier moet nog een beetje inkt, bedenk ik me nu net. Beetje groen, want daar steekt hij uit en er zit niks. Dat kan natuurlijk nee. Niet, hè? Nee, dan moet even nog een kleurtje krijgen, hè? Ja, maar wat je zo best wel even bezig bent, hè, met zo'n inkaartje. Maar ik word er altijd helemaal zen van. Is ook lekker. Gewoon even lekker op je gemakkie. Ja. Ja. Ik doe niet zo ik denk vaak dat, op mijn gemak. Daarom moest ik niet hebben dat jij zo'n simpele kaart ging maken. Ik doe meestal alles full speed, maar dat weet jij wel. Ja. En ik, hè? Lekker relaxed. Lekker chill. Maar maak je niet gek. Ik denk dat ik misschien... Nee, dat ga ik toch niet doen. Ik wou zeggen, zal ik nog even met water eroverheen spetteren? Maar dan gaat mijn inkt er weer zo ver af. Dat ga ik niet doen. Of die bloemetjes? Ja. Nee, zou ik ook niet doen. Nee, dat doe ik. Ik vind ze kei mooi zo. Het is eigenlijk wel zonde, want als ik het nou helemaal dicht... Ja, ik doe ze toch een beetje erbovenuit, want anders zie je helemaal mooi groen, zie je niet meer. Praat ik nou tegen... Sandy, die ovale stand, volgens mij is die, ja, de CD160. Joyce zei het inderdaad ook al. En misschien kan je de verpakking laten zien. Ja, zeker. En dit is mijn ultieme spettermiddel, hè? Welke? Gesso. Van Dutje Doe Bedoe. Gesso. Ik doe gewoon makkelijk, dames. Ik spetter gewoon met de spetterpen. Ja, dat kan ook, toch? Dan krijg je ook mooie spetters mee. Kijk, dit is de shaker oval. En het nummertje daarvan is CCLESCD160. Even checken, dames, of je hem al hebt. En heb je hem niet? We hebben hem nu tijdelijk dus vanwege de Knutsel Mee Challenge. In de actie van 13,99 voor 9,99. En dat is dus in je Tiki Live. En die prijs heb ik ook even in de webshop gezet. Die spam komt dadelijk ook op Facebook. En dat is dus een tijdelijke voor de challenge. Ja, dus allemaal meedoen, want het is gewoon veel te leuk. Ik ben heel benieuwd wat jullie er allemaal mee gaan maken. En jij, Jolan? Ja, ik ook. Ik was even bloemen aan het plakken, sorry. Nou, het is je vergeven. Ik ben even een bosje bloemen aan het maken. Het is wel net na moederdag, maar... Boem. Ja, maar dat kan nog steeds. Kan altijd, toch? Bosje bloemen kan altijd, ja. Ik heb spetteren. Woep, woep.
Oh, er kwam niks uit. Ik vind het zo gedoe met die gesso wat je altijd doet. Echt? Oh, ik vind het zo mooie spettertjes, grote en kleine. Oh, ik hou ervan. Ja, maar ik vind het zo gedoe om dan weer water en zo te gaan pakken. Maar Nee, deze maar is. ik weet niet of jullie dat net gezien hebben, maar ik heb heel even deze erbij gepakt. Dat is een waterbrush van Studio Light. Ja. Er zit zo'n watertankje in. En er zit vooraan wel een kwastje, maar ik doe eigenlijk alleen water even eruit laten druppen op mijn gesso. En dan spritst het ook niet alle kanten op of zo. Dus dan kan je gewoon heel netjes spetteren. Ja, maar dan is het altijd meteen geklieder. Nee joh, het is gewoon superleuk. We houden van kliederen, toch? Kliederen en vetzakken. Kijk eens, mijn bosje bloemen en dan ga ik even mijn touwtje eromheen knopen. Ik ga die even aan de achterkant vastplakken, dat hij niet wegschuift. Leuk. Oh Lia, lukt het niet met je spetterpen? Wat ik wel altijd even doe, die spetterpennen van Molotov moet je wel altijd eerst even heel goed schudden. En dan pomp je even met je punt, want dan moet die verf moet wel eventjes naar beneden lopen. Maar dan zou het in principe zou het moeten lukken, maar. Dus eigenlijk de magic trick in het begin is dat alleen eventjes, toch? Wel, ik denk het wel. Ja. Volgens mij als je die eenmaal gewoon, als hij doet, dan doet hij het ook gewoon. Ja, maar ik heb Toch? altijd wel. Die verf moet je wel weer even schudden als je hem weer pakt, zeg maar. Oké. Wist jij niet, hè? Dat wist ik niet. Ik gebruik die niet, Je hè? gebruikt Kijk die niet. hier nou. Ik heb plakken. Heel leuk, deze ook jouw achtergrondje. Ja, daar moet nog van alles bij, hè? Huisjes en. Oh. Kijk eens. Eerst oh, We pizza. staan samen aan de knutsel, maar we zitten heel in onze eigen wereld helemaal te praten. Dit is mijn bordje. Kijk eens hoe leuk. Ik zit Pieter te betrappen. Hij is chocola aan het eten. En ik niet. Geeft hij niks aan jou? Nee, is niet eerlijk, hè? Nou, is ook lekker voor de tv. Die bracht mij vorige week nog wat lekkers, weet je wel. Ja, dus zeker ook al over. Ja, ook niet meer. Ook niet meer. Maar doe maar niet, want anders bemoeit ze zich er weer mee. Dus kijk gewoon. Dus het is eigenlijk gewoon goed zo, zeg Ja, maar. dat is prima zo. Ik neem dadelijk wel wat lekkers. Bye. Sandy, ik heb allemaal gewoon wat de stress inktjes gepakt. Maar die kun je gewoon van. Ja, ik heb gewoon wat roze en paars en blauw gepakt. Die kun je van iZink of Harmony of Memento. Kun je die gewoon ook gebruiken. Dus die kun je gewoon heel mooi in elkaar over laten lopen, al die inktjes. En je Ik ben kan aan ze het wachten tot ook het droog gewoon gaat. door Maar bijeen gebruiken, deze, die zeker verschillende merken. weten. Ja, dat is hartstikke leuk. Wij hebben meestal gewoon wat we voor het grijpen hebben. Ja, precies. Ik denk dat ik maar eerst even ga stempelen. Ik kan ook nog niet. Oh, mijn gesso die blijft nog een beetje nat. Ik ben al bijna klaar. Ja, dat krijg je, hè? Maar dat geeft niet, want dan zo als ik het nog niet in elkaar heb geplakt, weten jullie ook wel wat het Ja, wordt, nou, hè? het is in ieder geval super gaaf dat je die achtergrond ook hebt laten zien, deze. Ja, ik dacht dat was wel een keertje tof ook. En zeker ook met die sun. Ray masker bij. Hij lijkt Wacht, ik doe hem gewoon zo in elkaar leggen. Wat zeg je? gewoon helemaal galaxy, jouw achtergrond. Ja, cool hè? Ja, echt super mooi. Oh, en kijk, als je nou die huisjes nog erbij doet. Ja, heb je Ik kan die. hem dus nog niet in elkaar plakken. Van die winterscene. Kijk nou. Grappige dames, dat we allebei iets heel anders maken. Ja, dat is toch. Het leukste van die knutsel mee, hè? Oh, hier gaat hij weer niet goed. Ik zit hier een beetje te vogelen met die reacties lezen, hoor. Oh, ik lees wel mee. Ik heb het hier naast Dat me staan. dacht ik al. Kijk eens. Ja, super Heb je mooi. die... Lijkt het toch net alsof dat er allemaal licht brandt bij die huisjes ook, hè? Omdat je die gele kleur daaronder hebt. Ja, vind ik wel. Ik heb hier En, een stempel ook. Die ga ik dadelijk wel laten oh zien. Vertel. ja, je bosje bloemen is ook echt leuk geworden. Grappig, hè? Ik ga nog even een bijpassende tekst. Kijk mijn buddies. Ja, dat is echt helemaal leuk bij deze.
En hier ook met een beetje paars naar overloop naar roze. Precies de goede kleurtjes erbij. Ja, ha. Heb ik erop uitgezocht. Heel leuk. Kijk, ze komen hier zo ertussen. En dan moet er nog een leuke tekst bij. Kijk, jullie geloven mij wel hè, dat ik er zo in elkaar ga plakken. Kom maar. Leo staat voor de deur. Met een... Oh, die heb ik ook nou al lang niet meer gezien, hè? Nee, hij is kei groot geworden. Ik zal hem morgen in de tikkie wel eens even... Ik zal hem morgen in de tikkie wel weer eens even laten zien, dames. Hallo? Ja. Ik wil laten zien. Doe maar. Nee, laat jij maar even zien. Zal ik hem heel even... Hou jij hem vast? Ja. Nou, ik ga hem even laten zien aan iedereen, hoor. Kijk, hier ja. Komt hij. Hij heeft zijn sok van papa gepikt. Lekkere stinkstok. Oh, hij is echt groot, joh. Hij is super groot geworden. Wow. Dat is echt niet normaal. Hè? Heb jij hem nou al in het echt gezien, deze? Of was je toen al met je been? Nee, ik had hem wel toen in het echt gezien. Ja. Maar één keer of zo. Ja. Ja. Ik weet niet eens. Hoe lang hebben we hem nou nog? Maand? 2 maanden al. Nee, niet 2 maanden al bij ons. Zo lang nog niet. Van februari. Ja, hij is in februari geboren, maar hij is nog niet... Hij was 8 weken toen hij bij ons kwam, hè? Ik ga nog even een mooie tekst erbij stempelen. Ja. Ik heb ook een echt superleuke. Kijk nou. Ik hou van deze teksten. Ja, dat zijn super grappig. Weer heel iets anders dan wat ik ga gebruiken. Jij hebt lekkere stoere teksten. En wat ga jij doen? Ik ga de tekst... Life is better with flowers. Nou, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Oh, ja. Ik hou sowieso van bloemetjes. Bloemetjes zijn ook altijd in leuk. Huis. En die ga ik hier even aan de zijkant gewoon stempelen. Ja. Linda, die schrijft... Die eet dagelijks in de brasserie natuurlijk. Wat? Leo, daarom is die zo groot. Ja. Dat valt al zo wat te bikken daar bij ons, hè, Leo? Ja, hè? Kijk, ik ga deze stempelen. Better days are coming. En dan... You are much stronger than you think you are. En ik heb life is better with flowers. Kijk nou hoe leuk. Ik ga even die stempelset zo ook laten zien. Deze. Ja, dat doe ik. Ja, maar eens. Oh, die heb ik niet gemist nog. Noor vindt je kaart helemaal geweldig. Deze. Woe! Hij is weer cool, hè, Noor? Toffe kleurtjes. Ja. Kijk die achtergrond, hè, Noor. Zo stoer, hè? Dan eigenlijk mooi. Inkten, hoor. Wat zei je deze? Aan het inkten, hoor. Ik heb precies uitgelegd hoe je het doen moet. Dat moet je ook gaan doen, hè, meid. Ze vroegen al wanneer jij mee ging doen, hoor. Maar dat heb ik expres maar niet gezegd. Ik ga even deze stempelset nog laten zien. Kijk eens, als je mooie teksten wilt. Voorbij bloemenkaartjes. Let your dreams blossom, dat is ook leuk. You grow, girl, dat is ook leuk. Life is better with flowers. Stop and smell the flowers. If friends were flowers, I would pick you. Bloom where you are planted. Deze teksten, die stempel Wildflowers, €5,99 kost die. Hele leuke. Die zit altijd mooie teksten, ja. Kijk, in zo'n toffe verpakking alleen al. Helemaal zo'n mapje. Dus ofwel, daarom wil je hem al hebben eigenlijk, alleen, hè? Of het mapje zou je maar bestellen. Ik ga er niet veel meer bij doen deze, want dan wordt hij echt te druk. Dat ga ik echt niet meer doen. Ja, ik ga er ook niks meer bij doen eigenlijk. Ja, die stempels en plakken, maar verder niet. Ja. Maar zal ik nog heel even gewoon laten zien wat mijn kaststrikjeskaart idee is? Doe eens met je strikjeskaart. Oké, die leg ik even aan de kant. Zo, dan gaan we dadelijk al mee verder. Nou, daar komt hij. Niet schrikken. Het is nog een bende. Kijk, ik dacht dus, als je van die strookjes doet, ja, in die kleurtjes, en dan op elk strookje van elke kleur zo'n strikje maakt. Ja. Kijk, hier was ik niet mee bezig. En dan een hele leuke stans, want van een woordje hier zo erbij. Ja. Dan heb je toch al een superleuk kaartje. En dan in plaats van
Dit strik je zo aan de onderkant eruit. Ho. Dacht ik, ik knip dit even zo. Of een tekststempel erbij en deze kan ook. Ja, dat kan zeker ook. Of combineren, dat kan ook. Ja. Kijk, en dan laat ik hem zo een beetje zo eruit piepen aan de zijkanten. Aan de zijkant. Kijk, ik heb hem hier aan de onderkant gedaan. En dan heb je zo drie zo strikjes onder elkaar met hetzelfde kleurtje papier. Heel en dan leuk. Hier dus zo'n leuke tekst. En dan heb je super snel klaar leuk kaartje. Dan mag dus die ga ik nog even afmaken hoor. Je mag ook een kaartje maken met alleen de strikjes natuurlijk, want die zit ook in die set. Ja. Dus dat is de nieuwe knutsel mee challenge, dames, van deze week. Maak een kaartje met de ovale stans van Kraftlab. De ovale stans met het strikje erbij. Ja, en we zijn heel erg benieuwd wat jullie allemaal gaan maken. Ook wou ze allebei in beeld, maar dat gaat zo wel. Even voor volgende week kijken deze, want volgende week is natuurlijk tweede Pinksterdag. Misschien dat we dan naar de dinsdag moeten schuiven, want wij komen natuurlijk dan die maandag pas terug. Ja, dan moeten we eventjes, ik zal zo meteen nog even in mijn agenda kijken, maar dat komt vast goed. Daar overleggen we wel even. Dus mensen kunnen sowieso tot en met maandag, tweede Pinksterdag, kunnen ze ook bestellen, maar ook... hun kaartje posten als ze mee willen doen aan de challenge. Challenge, ja nog. Challenge van de week. Dus we zijn heel benieuwd, hè. Ik ben echt heel benieuwd wie iedereen lekker mee gaat doen. En, ik weet nog helemaal geen Pinkster, joh. Ik zit helemaal in de war. Ik dacht ook al. Heb ik niet in mijn agenda gezien, maar ja, het zal wel. Het is volgende week natuurlijk hemelvaart. Ik denk dat we dan wel maandags terug zijn, maar... Weet ik ook niet zeker, want Noor is dan ook nog een week vrij. Dus, Oeh, lekker. Nou, dan doen we gewoon nog even overleggen en dan gooi je het nog wel in de groep, toch? Ik zet het dan wel weer in de agenda, deze, wanneer we weer live gaan. Ja, dat het precies. Dat het maandag wordt, dan laten we jullie dan nog even weten. Allemaal een beetje rare weken, hè, dames, met al die feestdagen ertussen. Ik ben er altijd een beetje... Oh, Sandra vraagt naar de koppenkleurtjes, maar dan ga ik even uitzoeken voor je, want dat weet ik niet meer. Ja, en er staat ook al heel veel in de groep cuties kleuren. Hè? Daar heb je ook al heel veel combi's in staan met de superbuddies, toch? Ja, klopt. Maar ik ga nog even kijken of ik nog weet wat dit was. En dan zal ik hem nog even delen. Ja, dat gaan we doen. Noor, die wil nog iets zeggen. Ik weet alleen niet wat. Gebarentaal, maar dat horen we zo wel. Spannend. Heel spannend. Ik weet het ook niet, dus... Nou, dames, ik ga zo mijn kaartje ook even op de foto zetten. Ik dank iedereen weer voor het kijken. En dan laten we even weten deze wanneer we er weer zijn, toch? Zeker, dat gaan we doen. Nou, dank. Dus allemaal meedoen. En dat eigenlijk, hè? Benieuwd welke kant ze op gaan naar deze. Want het kan natuurlijk voor alles. Hè? We hebben twee hele verschillende kaartjes laten zien. Zeker. Succes. Dus dat is alleen maar leuk. Met de uitdaging en we zien jullie heel gauw weer. Ik ben er trouwens morgen vroeg om 10 uur weer met een tikkie, want die hadden we vandaag niet. We hadden te veel orders. Dus daar waren we druk mee. Dus morgen om 10 uur weer tikkie live vanuit de winkel, dames. Cool. Nou, ik wens jullie een fijne avond. Ja, fijne avond allemaal. Aan de knutselen deze. Zeker. Nou, tot de volgende. Doei. Doeg.